De lelie is voor mij een bloem die door zijn geweldige houdbaarheid, brede assortiment, geweldige kleuren, perfect toepasbaar is in allerlei en voor allerlei gelegenheden. Ik ga een baliestuk maken met lelies. Voor mij, een lelie is een hele mooie bloem. Een vrouwelijke bloem, een bloem waar veel mee gebeurt. Een bloem die begint vol in de knop. Later gaat hij mooi open, wordt puurheid, elke dag een nieuwe ontdekking in de bloem, zoals het leven. Ter voorbereiding op mijn baliestuk heb ik een schaal voorbereid met wax, met oude witte kaarsen. Ik heb een schaal beplakt met strookjes A4 papier, voorheen is de schaal gevuld met drooggoedoasis. De wax gebruiken wij als hij bijna gestold is voor een mooie kleur en een dikke laag voor de stevigheid. In deze waxschaal gaan we nu gaten boren voor de constructie te maken. Deze gaten boren wij niet te diep. Want als wij de gaten te diep boren, beschadigen wij het oasis aan de onderkant en dan verliezen wij de stevigheid van de constructie. De constructie maken wij met deze geschilde willigtwijgen. We gebruiken de verticale lijn van de lelies. De lelie heeft een zeer mooie steel en deze lengte gaan wij gebruiken. Dus we steken eerst onze stelen van geschilde willige teen in de constructie. Wat heel belangrijk is, dat wij de constructie niet te perfect maken. Hij moet nagenoeg perfect zijn. Een klein beetje imperfectie maakt het geheel interessanter en meer toegankelijk. Iets wat te perfect is, is te statisch en verliest zijn emotie. De krommingen van de twijgen laten we zoveel mogelijk naar binnen wijzen, zodat de vorm sterker wordt en strakker wordt. U ziet, op een zeer eenvoudige wijze creëren we een zeer sterke uitstraling als ondergrond, die als basis dient voor de lelie. De lelie heeft een zeer mooie, sterke steel, mooie bloemvorm. Soms, als de lelie helemaal openbloeit, wordt de bloemvorm zwaar. De twijgen dienen nu ook als techniek, houden de lelie precies en perfect op zijn plaats. Voor de houdbaarheid verwerken we elke lelie apart in een glaasje water, zodat de houdbaarheid van de lelie zo lang mogelijk is. De glazen buisjes zetten wij vast door middel van tie-rips. Tie-rips werkt makkelijk, het werkt schoon en het is stevig. Ook door middel van gebruik van dezelfde kleur sluit het goed aan. Het is weer een herhaling van kleuren, dus de techniek stoort niet in het geheel. De lelies verbinden we voor de zekerheid met transport nog even met een tie-rip, zodat het makkelijk getransporteerd kan worden. We zetten deze niet te vast, zodat de stelen niet beschadigen. Nu zijn alle glazen buisjes in het arrangement verwerkt. Wat nu natuurlijk heel belangrijk is, deze mooie lelies, deze Richmond lelie, dat we deze niet beschadigen. Als we zo één blaadje knikken, is het blaadje morgen zwart of bruin. Dat willen we voorkomen. Dus we brengen de bloemen van boven in naar onder in het arrangement. Zodat de stelen de bloemblaadjes niet beschadigen. We kijken elke keer zeer nauwkeurig naar de groei en de takvorm. Dat ze perfect in het arrangement komen te staan.
Om het geheel nog meer beweging en nog meer levendigheid te geven, heb ik hier een heel mooi grasje meegebracht. Deze grasjes steken we niet precies recht erin, maar die steken we een beetje door elkaar erin in, zodat er een beweging ontstaat. Alles moet een beetje subtiel blijven en elke bloem moet tot zijn volledige, tot zijn recht komen. Ik zal dit bloemstuk met liefde afleveren aan een mooie, mooie vrouwelijke klant. Dank u wel.